Momenteel installeert Sorenka BVBA de zonnepaneleninstallatie op de Expo van Genève, die maar liefst 15.000 zonnepanelen telt. Deze zullen een totaalopbrengst leveren van bijna 4,2 megawatt. Hier, op hal 1 van de 4 aaneengrenzende hallen, tekenen en meten we de hal uit en plaatsen we de aluminium draagstructuur voor de panelen. Ter oplossing van de specifieke stabiliteitseigenschappen van dit enorme dak maken we gebruik van 104 stalen U-profielen die we als sporen gebruiken voor onze trekkaren. Dit voorbeeld van aanpak, in overleg met de klant, garandeert hier snelle en veilige hijsdagen. Wist u dat we meer dan 500 ton aan materiaal tot op het dak hijsen en verspreiden? Voor het project op Palexpo Genève gebruikt Sorenka maar liefst 86 km koperkabel om een zo hoog mogelijk rendement te garanderen. Overleg, controle en opvolging zijn zaken die niet alleen de klanten weten te waarderen, maar ook ons een vast kader bieden wat aangenamer en foutloos werken bevordert. Een groot deel van onze arbeid gaat naar het vastvijzen van de structuur. Nog een laatste indrukwekkend cijfer: we monteren 500.000 vijzen tijdens dit project. Van op deze hoogte merkt u dat we uiterst precies werken, als ook heel veel aandacht schenken aan de esthetische kant van een perfect eindproduct. Een propere en veilige werf tijdens het opbouwproces is voor ons vanzelfsprekend. Sorenka BVBA verwacht haar DC-gedeelte van dit project succesvol te beëindigen tegen midden december 2011.